Hey kijkers van Palmhaftig, tot dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. In deze gloednieuwe video zijn we weer terug met de Sims video. En vandaag gaan wij mijn moeder maken. Nou, in de andere afleveringen hebben we Mike gemaakt, mijn zusje en mijn vader. Trouwens, in de vorige aflevering besef ik me nu van dat ik niet heb gezegd hoe oud mijn vader is. Mijn vader is 48 jaar. En ja, nou, dan gaan we nu maar gauw beginnen met mijn moeder. En ja, mijn moeder is geen man. Mijn moeder is een vrouwke. En ja, ze ziet er helemaal niet zo uit. Nou ja. In ieder geval, mijn moeder. Oeh, daar ga ik van deze aflevering namelijk over oordelen. Nou ja, laten we maar gewoon beginnen met de naam. Mijn moedersnaam heet Carla. Nou, ja. Weten jullie nu alweer allemaal bij mij in het gezin zitten? Ja, laten we gewoon maar beginnen. Wie zit er bij mij in mijn gezin? Nou, ja, we hebben natuurlijk Martijn, dat ben ik, de enige echte Martijn Palmhaftig, yo, 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 yo! Oké, ja, precies. En ja, wie hebben we nog meer? Dan hebben we mijn zusje, Jasmijn. Is Jasmijn nou ook jong bijvoorbeeld? Oké, ja, precies. Ah, zoveel maakt er niet uit. Een jaartje verschil. En dan hebben we Corné en mijn moeder heet Carla. Nou, in ieder geval, dan gaan we nu Carla omschrijven. Wat zijn haar eigenschappen? Ja, dat is best moeilijk. Ik vind het echt een huisvrouw, eerlijk gezegd. Maar dus, ja. Deze is helemaal groot en liefdevol gezin opbouwen. Ja, dat lijkt me echt iets voor haar. Ik weet niet of het allemaal klopt, maar zo komt ze eigenlijk wel een beetje over. Het is gewoon, ja, iedere moeder is wel aardig. Ja. Actief, nou, maar actief is ze niet zo. Volgens mijn beeld zit ze de hele dag op de bank tv te kijken en ja, nee. Nee, is ze creatief? Nou ja, iedereen is eigenlijk wel creatief. Slim is ze ook niet echt, ze helpt ons wel altijd met leren. Zelfverzekerd, nou ja, iedereen is wel zelfverzekerd. Nee, en ze is altijd vrolijk. Nee, en ja, de quiz, pruimproeven, nerd, romantisch. Nee, 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 dat is het allemaal niet. Hij houdt niet van buiten, is niet gestoord. Nou ja, ze kan soms best wel lui zijn. Maar wat een snop. Deze sims kunnen kritiek leveren op producten van lage kwaliteit. Oh ja, dat is echt iets voor mijn vader. Nou, echt goed. Ja, maar vrolijk is echt raar. Goed, Illusion, bro. Ik schrijf wel deze zin. Nou ja, ze heeft geen op familie gericht. Ja, volgens mij was ze wel van de familie. Nou, ja, dan gaan we eerst beginnen met de kop. Met het hoofd. En ja, mijn moeder heeft ja, ongeveer... dit is Chinees. Ja. Deze huiskleur, mijn moeder heeft bruine ogen. Zo. En ja, haar haar zit niet zo. Haar haar zit ook altijd mooi los. Dus ja, maar ja, dat is meer een beetje zo dan. Ja, maar ja, nee, dit is het ook niet allemaal. Nee, ze heeft geen krul of zo. Maar zo ziet het er ook niet uit. Ja. Niet dat hij helemaal rondom, ja, bedekt is. Zo, ja, ik weet niet. Dit is best moeilijk. Ik doe gewoon zo en dan doe ik gewoon één tientje lichter. Nou, ja. En dan gaan wij even naar de boxjes, want trouwens, ja, gewoon even de breedte. Nee, is het niet zo grote. Kom op. Dus is een beetje neutraal. Even spieren erbij. Zo, even de buikjes, de bolletjes naar boven. Of is het te bloot? Kom, we gaan even uitkleden. Even uitkleden hoor, mama. Mama, ik ga hem uitkleden. Ah, kijk, dit ziet er wel goed uit. Trouwens, nee, die dingen. Nee. Ja, zoiets denk ik. Ja, in ieder geval, oh ja, we zijn nog bij het gezicht bezig. Volgens mij. Oh ja, de rondingen van je gezicht. Oeh. De sim is een beetje gedraaid. Maar, ja. Ze is volgens mij iets boller. Ja, de kin is niet zo. Maar...
Ja, de kim moet iets terug. Among Us zijn ook iets dikker. Hierboven, nee. Nee. Oeh, maar mijn moeder maakt het best wel moeilijk als je het zo bekijkt. Nee, die kop, zo komt zij echt gemeen over. Dan komt door die neus. Volgens mij heeft ze een kleinere neus of zo. Hoe maak je een kleinere neus? Ja, ze ziet er zo echt fucking raar uit. Maar ja, sorry mama, ik laat jou zomaar, maar. Mijn moeder is best saai gekleed. Ik zie, nee, zo zal je het niet zien. Nou, ja, wat maakt mijn moeder best wel saai en best wel lelijk. Nee. Nee, ze houdt niet van glitters en zo. En dit is weer te bloot. Dan kom je al gauw uit bij de sterrenshots. Gewoon rood. Nee, zo kleurrijk is het. Gewoon grijs, net als zijn smile. Een rokje heb ik eigenlijk ook nog nooit in zien lopen. Ah, nee, ze hebben ook gewoon een spijkerbroek, net als iedereen. Nou, en ja. Die schoenen, ja, die hebben wel wat, maar ja, laat ik het maar voor deze gaan. Blauwe Air Max'jes, denk ik. Grijs, grijs. Ja, nee, zo ziet ze er een stuk vrolijker uit. Ook al lijkt het totaal niet op mijn moeder. Maar ja, kijk, die kop lijkt er gewoon niet op. Bij mijn vader kan je nog wel een paar gelijkenissen zien van. Ah, ja, dat is echt mijn vader. Maar ja, bij mijn moeder. Ja, trouwens, hey, kijk, vinden jullie dit eigenlijk al op mij lijken? Serieus? Nee. Nee, maar ja, het moet er een beetje op lijken. Dus ja, mijn moeder lijkt hier best wel slecht op. Ja, ze is iets breder en zo. Nou, ja, mijn moeder is zakelijks gezien. Trouwens, de hoedjes zijn wel leuk. Kom, we gaan er gewoon iets leuks van maken. Nou, Carla, ja. Zo'n t-shirtje zal je echt letterlijk nooit aan. Nooit zou ze dat dragen. Maar ja, hier zo. Nee, die komt best wel rustig over. Mijn moeder is op zich best wel rustig. Zo, die broek, gewoon een mooi spijkerbroekje. Maar ja, iets donkerder getint. En we doen deze schoentjes, maken we, ja, iets meer zo of zo. Ja, een beetje bruin achter. Nou, mijn moeder heeft vroeger ook gesport en ja, ze had geen trainingspak in ieder geval aan. Dus het trainingspakje kan weer helemaal uit. En ja. Wauw, wat is mijn moeder toch knap, hè? Wauw, nee. Trouwens, zelfs korte mouwen toen aan. Gewoon korte mouwen, gewoon even t-shirtje, die pakken we gewoon zwart. En de broek, als ze kort broekje, zij had wel een joggingsbroek. Maar ja, dan gewoon zwart getint, zoiets. Ja, precies. Mooi sportschoentjes, ziet er allemaal goed uit, zoals moeder. En ja, s'nachts. S'nachts heb ze geen lange mouwen, maar korte mouwen aan. En voor de rest, ja, ze loopt s'avonds wel met slofjes. Ja, allemaal heel leuk. En ja, de wil ik eigenlijk iets blauwer hebben. Ze hebben ook niet echt een joggingsbroek. Trouwens, heb ze wel een broek aan s'nachts? Nee, volgens mij niet. Dus laten we die joggingsbroek maar uit. En die slofjes, ja, die maken we wel blauw. Zo. Nee, iets donkerder blauw, denk ik. Iets donkerder. Nee, dit is donkerblauw. Nou ja, zo ziet mijn moeder eruit als ze gaat slapen. Ja. Het lijkt net alsof ze zwanger is, maar dat is ze niet. Nou ja, dan komt ze hier met zo'n random outfit. Kom, we gaan ook gewoon een keer random. Of heb ik nu heel die sim aangepast? Wauw, ik heb heel die sim aangepast. Dat was niet de bedoeling. Nou, ja, we gaan gewoon voor iets vrij rustigs. Gewoon dit. Maar ja, hier zie ik er eigenlijk ook niet echt meelopen. Een rode broek. En ze vindt dat afschuwelijk, sowieso. Dus ja, als ze dit ooit zou zien. Wow, nee, ze hebben bestaande voetjes. Gewoon deze schoentjes moet ze aan. Ja, precies. En ja, dan krijg je weer een probleem van een badpak, hè. Oh my god.
Ik zei eerder al dat zij in één keer gewoon aan een badpak, dus laten we gewoon gaan voor dit. Nou, want dit kan best wel overheen komen, alleen dat stripje daartussen is niet zo denderend. Maar ook heel goed, tijgerpuntje, perfect. Nou, jongetjes en meisjes, dametjes en heertjes, dit is mijn moeder. En ja, nou, dan gaan we de familie opslaan. En ja, we noemen het gewoon een familie Power Marvel. Nou, wat vinden jullie van mijn familie? Ik vind het wel leuk. Nou, dan drukken we op oké. En ja. En dan gaat hij nu laden. Sowieso, dan moet ik een huis gaan kiezen. Trouwens, daar hebben we nog wel tijd voor. In welke stad zullen we gaan wonen? We zijn met z'n vieren, 26.000 euro. En ja, is ons gezin een keer niet leuk? Nee, ik wil hem eigenlijk opslaan, maar ja. Maar we gaan gewoon naar de welbekende stad. Nee, eigenlijk wil ik ons huis zelf bouwen. Dus laten we gaan voor het goedkoopste huis. Plotje gedeelte. En als deze 30 bij 20. 30 bij 20. Jongens, ik ga gewoon voor dit plot. Gaan we het kopen? Houden we 24.000 euro over. Nou jongens, hier gaan wij ons huis bouwen. Hier gaan wij ons Sims-avontuur verder starten. In de volgende aflevering gaan wij een huis bouwen. En ja. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze serie. En ja. Bedankt voor het kijken en dan zeg ik zoals altijd, later.